Ik ben net 2 minuten bezig, letterlijk. En ik denk nu al, oh god, dit wordt helemaal niks. Hey allemaal, welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Met vandaag, ik heb het weer bedacht, een heuse make-up challenge. Als ik zo voor een camera zit met zo'n blote billen gezicht, dan heeft dat meestal een reden. Dat doe ik niet voor de lol. Ik ga me vandaag wagen aan de No Mirror Make-up Challenge. Deze challenge gaat echt al jaren rond op YouTube. Echt, daar gaat al heel lang mee. Ik zag zelfs filmpjes van 8 jaar geleden. Dus nee, ik weet dat het geen origineel idee is. En ik weet dus ook dat ik zeker niet de eerste ben die dit gaat proberen. Maar het leek me gewoon heel erg leuk. Want ik zat zo eens te rekenen. En toen kwam ik erachter dat ik mezelf nu al ongeveer zo'n 20 jaar. 20 jaar. Maar liefst opmaak. En je zou toch denken dat je dan onderhand je gezicht wel kent. En dat je weet hoe het voelt. En wat je moet, waar je moet zijn, wat je moet doen, hoe je het moet doen. Dus eigenlijk is het een goede manier om mezelf eens te testen. Kijken of ik mijn gezicht echt zo goed ken als dat ik denk dat ik het ken. Waarschijnlijk niet. Dit wordt nu al dramatisch. Ik voel het aan alles. Goed, anyway, de No Mirror Makeup Challenge. Dat betekent dus dat ik mezelf moet gaan opmaken zonder spiegel. Nu heb ik hier een hele stapel aan oogschaduwpaletten en dergelijke. Waar vaak ook spiegeltjes in zitten, zoals in deze. Maar die mag ik dus niet gebruiken. Het is dippen, dicht en smeren. Nu zit er naast de camera zit de viewfinder. En dat betekent dat er een klein schermpje zit naast de camera waarop ik mezelf kan zien. Maar dan moet ik er wel naartoe kijken. En jullie kunnen mij betrappen erop wanneer ik in de viewfinder kijk als ik me aan het opmaken ben. Want nu kijk ik in de viewfinder. Nu kijk ik in de lens. Nu kijk ik in de viewfinder. Nu kijk ik in de lens. Jullie zien het gewoon als ik ga steggelen. En het is sowieso niet mijn intentie om te gaan steggelen. Ik wil dit gewoon proberen. Ik wil dit doen. Ik kan dit. Ik vertrouw op mezelf. Ik vertrouw op mijn eigen make-up kunsten. Ondanks dat ik hier eigenlijk helemaal niet heel goed in ben. Maar ik ken mijn eigen gezicht. Dus ik zou toch redelijk ver moeten kunnen komen. Ik kan hier heel lang over gaan praten. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga gewoon beginnen. En ik ga mijn gezicht primen. En ik gebruik daarvoor deze primer. De Professional Pore Primer van Benefit. Zie je mij nou de hele tijd daarnaar kijken? Dat moet ik dus straks niet meer doen. Vanaf nu. Maar ik kan hem ook niet inklappen, want dan kan ik niet zien of mijn batterij het nog volhoudt. Dus hij moet wel uitgeklapt blijven. Maar ik ga echt heel erg mijn best doen om dus niet te kijken. En ik kijk nu alweer. Oh, dit wordt nog echt heel lastig. Is er eigenlijk een handleiding voor hoeveel primer je moet gebruiken? Want ik gebruik volgens mij altijd veel te veel. Goed! Dat is de primer. Dus ik ga maar gewoon beginnen met mijn foundation. En ik gebruik nog steeds mijn Rimmel Match Perfection Foundation. True Ivory 103 gebruik ik echt al jaren. Ik ben gewoon niet zo'n gigantische fan van... hoe noem je dat nou? Full Coverage Foundation. Dat kan niet als je zo oud bent als ik. Dan gaat dat niet meer. Goed. Let's start the show. I'm scared. Ik weet nu al niet. Ik keek nu alweer in de viewfinder. Maar goed, ik kan daar overigens niet heel veel in zien hoor. Moet ik eerlijk bekennen. Dat is letterlijk dit. Vanaf hier. Dus ik zie echt niet wat ik in detail aan het doen ben. Oh, ik heb echt dit nog nooit gedaan zonder te kijken. En ik merk nu al dat ik denk, oh ja, mijn haargrens. Waar begint die? Ik heb dit zoveel mensen zien doen. En toen dacht ik, nou, jullie zitten allemaal zo overdrijven. Dit kan je toch gewoon. Je kent toch je gezicht een beetje. Maar nu ik het... Ik begin net, hè. Ik ben net 2 minuten bezig, letterlijk. En ik denk nu al, oh god, dit wordt helemaal niks. Want ik zie niks. Duh. Nou heet het ook de No Mirror Makeup Challenge. Ik doe dit nooit, maar nu doe ik het wel. Ik ga vandaag lekker ook foundation op mijn ogen smeren. Ik doe het letterlijk nooit. Maar ik wil geen stukje overslaan gewoon. Ik heb helemaal niet verteld wat ik ga doen eigenlijk. Ik ga niet voor een hele ingewikkelde look. Ik ga gewoon voor een beetje een alledaagse make-up look. Of nou ja, alledaags plus een beetje, denk ik. Hetgeen waar ik eigenlijk het meest tegen op zie vandaag, zijn mijn wenkbrauwen. Want die kan ik al niet met spiegel goed tekenen. Dus zonder wordt het al helemaal verschrikkelijk. Dat ik me nu heel erg druk maak en dat ik straks in de spiegel kijk en denk, oh my god, je hebt er nog nooit zo goed uitgezien. Maar ik achterkant vrij klein dat dat gebeurt. Nou, dit geloof ik wel, denk ik. Ik vertrouw mezelf nu al niet meer. Tijd voor concealer. Concealer. En vandaag ga ik voor deze. En dit is ook van Rimmel. De Match Perfection in 010 porselein. Komt er wel wat uit? Ja? Oh god, ik voel helemaal niet hoeveel ik gebruik. Puistjes. Oh, ik keek. Sorry, ik keek. Ik weet niet wat ik aan het doen ben.
De verleiding is heel groot om in de viewfinder te kijken. Maar dat moet ik gewoon echt niet doen. Ik neem weer mijn ogen mee. Heb ik een soort van oogschaduw primer om het heen. Ik keek weer in de viewfinder. Ik ben het zo gewend. Normaal zit ik zo dicht met een spiegel op mijn gezicht als ik dit doe. Elke pori dicht te smeren. Nou, dat kan ik nu wel vergeten. Ik denk dat ik het hierbij laat voor mijn foundation en mijn concealer. Het voelt alsof het genoeg is. Wat ik nu ga doen is met wat losse poeder onder mijn ogen poederen. Dit lukt me denk ik ook nog wel zonder te kijken, redelijk. Ik bedoel, hè, dit is niet zo moeilijk. Oh, het voelt wel echt alsof er gelijk echt een gigantische koek onder mijn ogen zit. Oh, en ik doe dus altijd even dit. Oh shit, dan had ik eigenlijk nog even dit moeten doen. Want ik heb altijd van die gigantische rimpels in mijn voorhoofd. En ook een denkspleet. Want ik denk heel veel, want ik ben heel intelligent. En hier. Because I'm an old lady. Tot zover de poeder, I guess. Tot nu toe gaat het aardig, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind dit nog niet zo heel moeilijk. Maar we zijn er nog langer niet. Ik ga nu namelijk door naar mijn ogen. En daar heb ik echt mega veel zin in. Not. Ik had al mijn paletten gepakt omdat ik niet zo goed wist wat ik ging doen. Maar inmiddels denk ik dat ik wel een idee heb. Ik ga denk ik gewoon voor een van mijn favoriete paletten en een van de goedkoopste paletten die ik heb. Ik heb allemaal dure dingen gekocht en dan ga ik dit gebruiken. Maar goed, ik ga vandaag voor de Essence Beautiful. En daar zit één kleur in die ik echt bijna altijd gebruik als basis of als transitiekleur. My time. Dus kijk, spiegel, maar ik dep. Ik dip. Dip, dip. Tikken. Dicht. En nu is het gewoon gaan met die banaan. Ik vind het spannend. Welke oog ga ik eerst doen? Hoe ga ik? Gaat het goed? Ik moet nog een beetje. Dip, dip. Dip, dip. Tik, tik. Dicht. Je weet natuurlijk helemaal niet hoeveel je nu op één oog zit te smeren. Hoe ga je dit ooit gelijk krijgen? Ga ik dit ooit gelijk krijgen? Andere oog. Dit kan toch niet op gevoel? Oh, dit is echt een hel. Oké, hoe zit het eruit? Is dit een beetje oké? Alsof jullie terugpraten. Ik kan jullie toch niet horen. Dus wat heeft het voor zin om het te vragen ook? Ik denk dat dit voor dat wel genoeg is. Dan ga ik terug, maar dan met een donkerdere kleur. Oeh, uit mijn andere Essence palet. En die heet Follow Your Heart. Ik ga dan voor deze kleur. Die Chocoholic. En die doe ik een beetje hier. Alleen in de, bij de uiteindes van mijn ogen. De uiteindes van je ogen. De hoek. De buitenste hoek. Die make-up termen. Ik heb ze nog steeds niet onder de knie. Ik ben al begonnen. Ik weet helemaal niet wat ik doe, hè. Dan ga ik dus even met een redelijk schone kwast. Ga ik de rest even zachter maken. Ja, wanneer is het genoeg? Dat weet je natuurlijk niet. Is dit iets? Het is zo raar om te moeten vertrouwen op wat je voelt. Ik bedoel, ik ga altijd op mijn gevoel af. Maar dit is wel even iets anders natuurlijk. Hierbij heb ik gewoon ook mijn andere zintuigen nodig. Wat ga ik op mijn oogleden smeren? Ik ben er al uit. Voor mijn oogleden ga ik voor een palet van Juvia's Place. Van de Saharan. Saharan. De Saharan. Ik weet nog steeds niet of ik moet uitspreken. Maar ik ga voor deze kleur. Lulu. Nou jongens, met je succes. En hier zit trouwens geen spiegel in. Dan weten jullie dat. Even goed aftikken, want ik wil geen fallout. Oh, ik heb echt totaal geen benul van waar alles zit op mijn ogen. Zoiets? Is dit wat? Geen idee. Even de fallout weg proberen te werken. Als het er al zit, ik heb geen idee, maar dan is het er nu in ieder geval niet. Ik moet eerlijk bekennen dat het me tot nu toe eigenlijk nog best wel meevalt. Ik weet helemaal niet hoe dit eruit ziet, hè. Misschien zitten jullie me keihard uit te lachen terwijl ik dit nu zeg. Maar het voelt niet alsof ik hele gekke dingen aan het doen ben. Maar ja, ik heb natuurlijk nog geen wimpers gedaan en mijn wenkbrauwen niet. Oh, wenkbrauwen, daar zie ik echt tegenop. Ik ga in ieder geval nu even door naar mijn onderogen. Onderogen, blijft raar. Dat klopt niet. Doe ik ook weer met een beetje my time. Het is dus heel gek dat zodra ik dit op gevoel doe onder mijn ogen, is het net alsof ik op mijn wangen zit te tekenen. Kan ik zo naar buiten al? Of niet? Waar is mijn ooghoek? Hier? Oh, ik vergeet iets. Ik doe altijd onder mijn wenkbrauwen natuurlijk ook altijd een klein glimmertje. En daar gebruik ik echt mijn verrotte Makeup Revolution Highlight palet voor. Maar deze kleur is echt heel mooi en heel subtiel. Ik weet het echt niet. Ik voel het ook helemaal niet, dit. Dit kan ik helemaal niet voelen. Wanneer is het genoeg? Ik zit in mijn wenkbrauw. Het hoeft niet in je wenkbrauw. Oké, tot zover even mijn oogschaduw, denk ik. Misschien dat ik straks nog even terug ga, maar voor nu laat ik het even wat het is. Dan ga ik me nu focussen op mijn wimpers. Ik vind dit wel echt spannend, want ik vind dit altijd als een martelwerktuig. Zelfs als ik wel een spiegel gebruik. Dus ik weet niet of ik dit wil gebruiken. Jawel, kom op. Je gaat ook al geen eyeliner doen. Zo? Ja, ik denk dat ik heb. Ben ik nou mijn wimpers kwijt? Ah, een velletje. Ah,
Fuck. Oké, dan ga ik nu mijn mascara doen. En ik gebruik nog steeds de L'Oreal Lash Paradise mascara. Oké, here goes nothing. Oh, dat ging best oké. De eerste swipe. Ik glitter altijd met mascara, dus ik hoop dat ik dat nu een keer niet doe. Volgende oog. Oh, dat ging ook best oké. Oh nee, heb ik mezelf... Ja, ik zie het. Ik heb me geraakt hier. Oh, kut. Oh nee, dan doe ik hetzelfde, maar dan aan deze kant. Oké. Oh, daar ging een palet. Is het netjes? Heb ik het goed gedaan? Het voelt alsof ik het best oké gedaan heb. Oké, ik laat dit heel even drogen. Dit waar ik geklitterd heb, want dan kan ik het straks met een droog wattenstaafje gewoon weghalen. Oh, dit ziet er vast heel dom uit. Dit is naar. Goed, niet, weet ik veel. Meer? Ik vertrouw mezelf echt niet meer gewoon. Het is raar dat je niet meer op jezelf kan vertrouwen. Dat je gewoon niet meer weet wat je aan het doen bent. Ik heb echt letterlijk geen idee. Oké, nou ja, ik ga maar door met het minst favoriete onderdeel van vandaag. Voor mij althans. En dat is wenkbrauwen. Ik wilde heel graag mijn Precisely My Brow Pencil gebruiken van Benefit. Maar ik kom er net achter dat die op is. Dus ik ga nu maar voor mijn oude vertrouwde... Catrice potlood. Ja jongens, onderschat de make-up van de Kruidvat niet. Dit potlood is een van de meest fijne wenkbrauwpotloden die ik ooit in mijn bezit heb gehad. Dus ik ga voor vandaag ook maar gewoon lekker voor dit potlood. En ik scheid hem 7 kleuren alsnog, want ik heb geen flauw idee hoe ik dit moet gaan doen. Ik kan dit al niet met spiegel. Laat staan zonder. Oh, ik vind dit echt nu al... Nee, ik wil dit niet. Hier. Ja, ja. Oh, ik wil dit niet. Ik wil dit helemaal niet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik meer doen? Doe ik het goed? Nee, ik kan het niet zien, joh. Oh nee, deze kant. Hoe ga ik deze kant doen? Oh, ik kan het niet. Te hoog. Te laag. Waar ben ik? Dat is niet goed hoor. Oh, wat moeilijk. Dit is zo moeilijk. Ik weet niet of ik nou klaar ben. Of ik meer moet doen. Moet ik meer doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik doe niks meer. Ik durf het niet meer. Ik durf niet meer. Ik laat het hierbij. Ik heb geen idee hoe dit eruit ziet. Zo. Oh jongens, ik ben zo bang om straks in de spiegel te kijken. Ik ga door. Ik ga gewoon door. Ik moet... Wat ga ik doen? Oh, ik ga contouren. Dat betekent dat ik er alweer bijna ben, joh. Hé, jammer. Vind ik jammer. Nee, vind ik niet jammer. Ik gebruik trouwens om te contouren gebruik ik deze Hoola Benefit Bronzer. Oh, dit wordt ook wel een uitdaging, hè? Hoe weet je nou of je genoeg hebt? Geen idee. Even mijn gigantische voorhoofd doen. Alles op gevoel, hè. Godsamme. Nee, ik maak een gigantische fout. Ik heb mijn gezicht nog helemaal niet gepoederd. Of had ik dat wel gedaan? Dat weet ik dus niet. En dat kan ik ook niet zien. Hoe ga ik hier ooit goed uitkomen? En nu weet ik ook niet of mijn contour nog zichtbaar is. Ga ik er nog maar een keer overheen. Oh, god. Ik heb zoveel zin om zo in de spiegel te kijken. Ik heb natuurlijk echt geen idee hoe ik eruit zie. Ik heb echt geen idee, jongens. Ik hoop echt dat jullie me geloven. Maar ik weet echt niet wat ik gedaan heb. Het zou leuk zijn als ik mezelf het zou verbazen. Dat ik zou denken, oh, nou, hè? Zo slecht is het allemaal nog niet. Oh, trouwens, ik was wel bezig met mijn blush. En ik ga voor, dit is ook van Beauty Bay. En de kleur Blossom. Look, it's so pretty. Oh. Ja, wat ga ik nu doen? Ik ga nog een beetje highlighten. En ik ga highlighten met Precious. My Precious. Een beetje op de neus. Ik ben dit vergeten. Ik ben mijn koolpotlood vergeten. Mijn witte koolpotlood. Dat ga ik nog wel even doen. Hoe ga ik dit doen? Oh, dit is heel eng. Waar zit ik dan? Heb ik het goed gedaan? Oké, nou volgens mij ben ik aangekomen bij mijn laatste stap. En dat zijn mijn lippen. En ik ga voor een lip liner in de kleur Heather. Dat komt ook van Beauty Bay. En ik ga voor de Soft Matte Lip Cream van NYX in de kleur Can. Dat kan ik wel. Het voelt alsof het overal zit. Dat betekent, ik ben klaar. Oh my god, ik ben klaar. I did it. Het is tijd voor de big reveal. Ik heb het idee alsof er allemaal lipstift op mijn tanden zit. Maar goed, daar ga ik nu achter komen. In 3, 2, 1. Oh. Oh. Ik zie echt zo'n streep van het wenkbrauwpotlood.
Ja, die wenkbrauwen, dat had ik wel verwacht dat dat niet helemaal top zou gaan. Al valt deze kant eigenlijk nog best wel mee. Deze is echt wel een beetje slordig. Maar... En mijn wangen zijn iets te heftig. Mijn ogen, nou, deze is iets donkerder zie ik nu dan die kant. Oh jongens, zo slecht is het helemaal niet. Ik zou hier niet trots op zijn als ik dit voor een spiegel had gedaan. Maar zonder spiegel? Ik ben echt helemaal niet teleurgesteld in mezelf. Ik had echt verwacht dat ik het veel erger had gedaan. Dus al die jaren in een donkere kleedkamer, ergens achter een koelkast en kratjes bier me opmaken heeft toch zijn vruchten afgeworpen. Ik kan het. Ik kan het dus echt zonder te kijken. Nu is het natuurlijk de vraag, wat vind jij van deze look? Vind je hem geslaagd? Vind je hem mislukt? Laat het me weten onder in de comments. Ik vond het een leuke challenge. Vond jij dit nou ook een leuke video? Geef hem dan natuurlijk even een like. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Wil je nou in de toekomst meer van dit soort video's zien? Laat het me dan even weten onder in de comments. Dan weet ik of ik dit soort content moet gaan maken. Dan ga ik nu ergens in een hoekje heel trots zijn op mezelf. En jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij een gloednieuwe video. Dankjewel.